We zijn nu op een van de twee terrassen van het O2-gebouw, het nieuwe labgebouw op de campus. Hier werken UvA en VUMC samen. En het gebouw staat midden in de stad, tussen de kantoren van de Zuidas. Het gebouw is zo ingericht dat iedereen overal kan werken, ongeacht de functie of instelling. En op de verdiepingen vinden we lab- en servicezones en kantoorgebieden. Met een mix aan werkplekken, pantries en overlegruimtes. Het gebouw is zo ontworpen dat de onderzoekers van de verschillende disciplines elkaar makkelijk tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld hier. Onderzoekers mogen op het lab niet eten en drinken en deze koffieruimtes zijn de plek waar ze gezamenlijk poseren. Het samenwerken door drie instellingen in O2 vraagt om afstemming in de bedrijfsvoering en in de logistieke processen. In aanloop naar de verhuizing is veel energie gestoken in een gezamenlijk IT-concept. En nu kan vanaf iedere werkplek eenvoudig ingelogd worden op de IT van de eigen instelling. Ook andere gezamenlijke IT-voorzieningen zijn makkelijk in gebruik, zoals bijvoorbeeld het printen. Alle O2-gebruikers kunnen printen op dezelfde printers en je hoeft alleen maar even je instelling te selecteren. In de aanloop naar de verhuizing moest er veel opgeruimd worden en de gebruikers hebben daarbij ondersteuning gehad vanuit het Lean-traject. Zij hebben geholpen bij het opruimen van de oude werkplekken, maar ook bij het efficiënt en effectief inrichten van de nieuwe labs. Alles is gelabeld, alles is vindbaar en dat maakt het delen van dit soort voorzieningen veel makkelijker. En nu alles een plek heeft, de voorzieningen in gebruik zijn en de onderzoekers hier werken, is O2 echt tot leven gekomen.